Is er nou een verschil tussen hoe jij je dingen voorbereidt en hoe Frank dat doet? Nee, maar dat is gewoon, het staat eigenlijk al vast hoe het allemaal. Het is wel een vast ritueel eigenlijk. Wat er, ja. Hier zit de rector, secretaris, promotor. Ik ben Erik Verzuijlen, de nieuwe pedel van de Universiteit Leiden, opvolger van Willem van Beelen. Maar ik doe dat niet alleen. Ik doe het samen met Frank Geerlings. Die was al werkzaam lange tijd op het bureau Pedel. Dit bureau van de universiteit is verantwoordelijk voor alle ceremoniële zaken, waaronder de jaarlijkse dia's-viering en de promoties. Nu de Pedel uit 2 personen bestaat, is ervoor gekozen om een aantal taken onderling te verdelen. Dus alle oraties, afscheidscolleges, de officiële academische plechtigheden doe ik. En de promotie doe ik samen met Frank en dat doen we om en om. Marlon, welkom. Hi, Erik, welkom. Hi, Erik, welkom. Nou, we wachten hier tot ongeveer 5 minuten voor aanvang. Sommigen zitten echt heel relaxed en anderen zeggen, ja nee, ik ben helemaal niet zenuwachtig. Dan merk je wel gewoon van, maar goed, daarom hebben we wel een rustige plek in die ruimte daar. Dat ze nog even met wat klassieke muziek, even gewoon een lekker watertje en een mintje, dat ze gewoon nog even lekker even zichzelf kunnen zijn. En goed, dan zie je dat er een heel leuk gesprek op gang komt en zo, weet je, dan trek je gewoon terug en dan zijn ze gewoon even met z'n drieën. Dus je moet wel aanvoelen, je moet gewoon aanvoelen hoe te handelen, zeg maar. Meneer de kandidaat, mag ik u voorgaan? Ja. Er zijn dagen bij dat je 6 promoties hebt. En dan, goed, het is toch wel een redelijke concentratie ook die je moet hebben. Je moet de tijd, de kandidaten ontvangen, steun en toeverlaat voor degene die gaat promoveren, maar ook voor de promotor. Meneer de kandidaat, dames en heren, de commissie. Dus het vraagt best wel veel en je moet wel je kop er fris en fruitig bij hebben. Dus vandaar dat we nu in de twee gesplitst hebben. Soms is het wel onduidelijk wie is dit pedel. Mensen zijn gewend dat er 1 pedel is. Het was natuurlijk altijd 1 persoon. Dus ja, dat moeten we soms wel eens uitleggen. Maar goed, dat wordt steeds duidelijker natuurlijk voor iedereen. Ja. We zijn allemaal heel kort bezig. We zijn allemaal broekies. En dan moet je daarin groeien dan? Ja, tuurlijk moet je daarin groeien. Nee, dat staat niet in een boek. Goed, Frank, mijn collega, die heeft 30 jaar samen met onze voorganger gewerkt. Dus ja, dan zie je op een gegeven moment wel hoe het hoort. Goed, de kleding zijn we erg op gesteld. Altijd zwart. Leiden heeft een hele bescheiden toga. Donker met, zoals je juist gezien hebt, met vloers. Dus als iemand hier komt met een roze das en een gestreepte overhemd, dan is het God hoogleraar van, je kunt niet meer in het cortège. Tenzij die bereid is inderdaad de witte blouse aan te doen met zwarte stropdas. Die we dan ook op voorraad hebben voor deze gene. Nou, hij kwam hier met zijn zoon, ook in de 60. Dus hij weet zeker dat tussen die twee de ogen in staan. Je mag je tekenen op het moment dat je je master hebt gehaald of je bent gepromoveerd. En goed, net zo'n verhaal wat ik net zei, ja, mensen blijft het bij. Wat zei iemand een keer zo, want het is een soort huwelijk met mezelf. Want je bent natuurlijk 5-6 jaar mee bezig. Je moet natuurlijk wel heel goed opletten wat je doet, want op het moment dat ik dat zou doen, 5 minuten voor het horen, dan ben je aan het praten en dan vergeet je de tijd. Dus het is wel belangrijk dat je weet wanneer je de deur op moet en een gesprek ingaat. En nu kon het wel even. Ja, nu kon het wel even, ja. Gedurende een promotie is de pedel niet in de zaal, maar na exact 3 kwartier is het aan hem om de deur te openen en de verdediging van het proefschrift op die manier te beëindigen. Hora est. Wie er dan ook aan het woord is, of het nou de kandidaat is, of de rector, of de professor, dan is het gewoon stil. De kandidaat die blijft dan staan samen met zijn paranimfen, die een deel van de zitting wel zit en een deel van de laatste 15 minuten weer moet blijven staan. Dus dan is er wel een rol weggelegd voor de pedel. De vorige pedel, Willem van Beelen, overleed korte tijd geleden, zeer onverwacht. In de oude universiteitsbibliotheek, tegenover het academiegebouw aan de overkant van het Rapenburg, is een kleine expositie aan hem gewijd. Erik van Zuijlen haalt er een herinnering aan hem op. De schilderij wat hem aangeboden is tijdens zijn afscheid op 29 februari. Het leukste van alles was dat Willem thuis het grote lakzegel maakte. Het grote zegel der universiteit. En dat deed hij thuis op zolder. Met dit pannetje. En het grappige verhaal van alles is dat tijdens de laatste dies, toen kwam Willem met een klein plastic tasje en zei: God, meneer de rechter, ik heb nog een leuk cadeau voor u.
En toen heeft hij inderdaad in het palletje, daar zijn zeker echt gewoon duizenden lakzegels doorgemaakt. En wij hebben uiteindelijk ook het fornuisje gekregen van hem. Dus het is een mooie herinnering aan, aan Willem. Hora est.